Dit is Radio Rijnmond met Alfred Blokhuizen. Tijd voor ons eerste gesprek. Petra Visser, ze komt uit Zevenhuizen en ze runt een knaagdierenopvang. En daar is alles aan de hand. Ze organiseren straks een open dag om aan wat geld te komen. Ja, waarom is dat? Ik heb nu Petra Visser aan de telefoon. Welkom bij Radio Rijnmond. Dank u wel. Goh, een knaagdierenopvang in Zevenhuizen. Ik had er nog niet van gehoord. Wat doet u daar in die knaagdierenopvang? Wij vangen eigenlijk alle dieren op waar mensen afstand van doen en dat proberen we weer te herplaatsen bij mensen die daar graag weer een knaagdier zoeken. Zijn er zoveel mensen die knaagdieren afstaan dan? Het is toch een heel makkelijk dier om te onderhouden in een gezin? Ja, ik denk toch sinds de recessie dat de mensen toch heel bang zijn als ze dierartskosten krijgen. En ze worden echt dit jaar echt met bosjes gedumpt en afgestaan. Gedumpt? Ja, dus dat is letterlijk voor de deur in dozen neergezet. Meent u dat nou? Hoe vaak gebeurt dat? Nu momenteel haast elke dag. En wat dumpen ze dan bij u voor de deur? Ja, dat zijn echt konijnen, ratten, chinchilla's, witbuikegeltjes, ook vogeltjes. Ja, eigenlijk van alles. Waarom bent u in hemelsnaam aan een opvang begonnen? Want het levert heel veel werk op en zorg. Dat komt zeer zeker. 10 jaar geleden ben ik door een dubbele hernia werkloos geworden, zeg maar. Dus afgekeurd. En ik hou heel veel van dieren. Ik heb zelf altijd heel mijn leven dieren gehad, in dierenzaken gewerkt. En toen ben ik eigenlijk met een vakantieopvang begonnen voor knaagdieren. Nou, met een heel groot succes, want elk jaar zit ik volgeboekt. Wisten de mensen me dus ook te vinden om de knaagdieren bij me langs te brengen, af te staan, maar ook letterlijk te dumpen. En daarom ben ik nu eigenlijk een vakantieopvang plus een pertinente opvang en in- en verkoop van alle knaagdieren en vogels. Ja, nu is dat toch iets heel aparts, hè? Wat is de liefde voor u, de liefde voor het knaagdier? Mensen kennen eigenlijk overal om te vragen en een diertje niet. Het diertje is gewoon afhankelijk van de mensen. En ik vind als ik ze schoonmaak en je krijgt er ook gewoon weer zoveel liefde voor terug. Van een knaagdier? Ja, ook van een knaagdier. Elk dier heeft een eigen karakter. Aha. Maar een konijn is natuurlijk heel lief en troetelbaar. Maar bijvoorbeeld een ratje is ook hartstikke lief. Want een rat zal je ook gewoon nooit bijten. En wordt ook steeds meer als huisdier gebruikt. Nu even maar denkend aan dat mensen de knaagdieren voor u en de vogeltjes voor u deur dumpen. Wat doet u er dan mee? Wij gooien ze altijd eerst af in quarantaine om te kijken of ze niet ziek zijn. Zijn ze ziek, worden ze gelijk geholpen. Ik heb hier een dierenarts aan huis lopen. Die hoef ik te bellen en ze staat voor me klaar. Mm-hmm. En als de dier gezond is, dan gaat hij hier lekker in zijn hok. Dan houden we minimaal 1 week tot 2 weken in observatie hoe het karakter is. Dan gaat er een kaartje op zijn hok. Heb je geen naam, want als ze gedumpt worden, weten we niet. Verzinnen wij er zelf een naam bij. We schatten de leeftijd en dan worden ze herplaatst. Zijn er veel mensen die bij u langskomen ook om een dier op te halen? Ja, gelukkig wel. En daarom blijven wij ook gelukkig best goed bestaan. Want ze komen eigenlijk uit het hele land. Uit Limburg, Zeeland, noem maar op. Komen ze toch een knaagdier uit de opvang halen. Waar wij dus eigenlijk heel trots op zijn. Nu houdt u op 28 juni een open dag. In uw persbericht staat voor een nieuw dak op uw opvang. Wat is er aan de hand? Hier en daar begint hij een beetje druppelgewijs lekkage te krijgen. En vandaar dat wij de open dag doen om het heel groot op te zetten en gezellig op te zetten. Ook door gezelligheid, zeg maar. Maar wij proberen elke euro binnen te slepen voor onze dak. Want wij kunnen dat uit eigen zak moeilijk betalen, omdat elke euro bij ons naar de dieren toe gaan. Mm-hmm. En dan proberen we daar aan donaties te komen. Mensen met een gift, maar ook bijvoorbeeld ze kunnen pony rijden voor €1,50. Ze kunnen eten en drinken nemen. Ik heb een springkussen, ik heb een loterij. Het raden van een knuffel. En dat zijn eigenlijk de extra eurotjes. Ja, om de dierenopvang waterdicht te maken in dit geval. Ja, klopt. Dat gaat allemaal op de 28e gebeuren. Hoe laat begint het? Het is vanaf 11 uur tot 4 uur. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw opvang? Het heet trouwens De Beestenbende, hè? Ja, Stal De Beestenbende. Ja. En wij hebben ook een Facebook. En ook om de naam De Stal De Beestenbende. Dus De Stal, De Beestbende, dat is ook uw Facebookpagina waar mensen meer informatie kunnen krijgen. Ja, daar vind je eigenlijk alle informatie, adres, sluitingstijden, maar ook alle dieren die wij hier opvangen en die wij herplaatsen. Ja, wat raadt u mensen aan die overwegen een knaagdier te nemen en het risico van dumpen te voorkomen? Goede informatie.
Wij merken dat mensen heel vaak impulsief aankopen. Ze kopen het heel vaak voor een kindje en dan zeggen ze, ja, mijn dochtertje wil een konijn of een knaagdiertje. Maar ik zeg altijd tegen de mensen, een kind van 4 jaar kan je geen verantwoording geven. U moet er zelf 100% achter staan. Want zo'n diertje, ja, die heb je toch een aantal jaar. En als het mooi weer is, dan wil zo'n kindje liever in de zandbak spelen als een konijnhokje, zeg maar, uitmesten. Goed advies, denk ik. Wij gaan deze informatie over deze open dag ook op de website zetten van RTV Rijnmond. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel succes op de open dag. Dank u wel. Ik sprak met Petra Visser van knaagdierenopvang Stal de Beestenbende aan de Vlietkade 36 in Zevenhuizen. En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? Radio Rijnmond 93.4.